Heb je diabetes type 2? Gebruik je geen maaltijdinsuline? En ben je benieuwd hoe je time in range kan gebruiken voor je diabetesmanagement? Dan is dit filmpje voor jou. Wat is time in range? In het hier en nu is time in range het behalen van een glucosewaarde tussen de twee lijnen van 3,9 en 10. Zelf zit ik nu op 8,4, dus ik zit nu in range. Time-in-range kan je ook gebruiken om terug te kijken over een bepaalde periode. Je wilt dan zoveel mogelijk in range zitten en het liefst minimaal 70%. Om je time-in-range te bepalen heb je glucosensoren nodig. Deze worden helaas nog niet standaard vergoed voor mensen die geen maaltijdinsuline gebruiken. Wel kan je ze zelf aanschaffen. Een sensor kopen kan vanaf ongeveer 60 euro. DVN vindt dat sensoren breder vergoed moeten worden en werkt eraan dit mogelijk te maken. De sensor laat je direct zien hoe je reageert op eten, bewegen en allerlei andere factoren. Het geeft je ook een overzicht van het verloop van de dag. Om goed gebruik te maken van je sensor kan je het beste op ontdekkingstocht gaan. Uh, probeer verschillende voedingsmiddelen uit en bekijk het effect op je glucosewaarde. Denk bijvoorbeeld aan een glas vruchtensap, aan een pizza, wortels of juist een hele koolhydraatarme salade. En bekijk ook het effect van een flinke wandeling. En natuurlijk wat er allemaal s'nachts gebeurt als je aan het slapen bent en zelf niks in de gaten hebt. Na de ontdekkingstocht kan je conclusies trekken. Zie je dat op bepaalde momenten dat je niet in range zit of dat je door bepaalde acties een beetje buiten de lijnen schiet... Uh, dan is dat een reden om te kijken of je iets anders kan gaan doen. Zo weten we bijvoorbeeld dat sommige mensen nu standaard hun hond uitlaten na de lunch in plaats van voor de lunch. Anderen zijn met de huisarts tot de conclusie gekomen om andere medicatie te gebruiken. Uh, en vooral zijn er veel mensen die hun voedingspatroon net even aanpassen of meer gaan bewegen. Wil je meer weten over time in range en wat het voor jou kan betekenen? Uh, zoek er meer over op het internet en ga ook vooral in gesprek met andere mensen met diabetes. Uh, bezoek bijvoorbeeld het uh, diabetestreffpunt of een van de vele diabetesactiviteiten in het land.